Ik ben Janneke van Beuzekom uit Den Haag. Ik lees u voor uit Numeri, vanaf hoofdstuk 32 tot het einde. Toewijzing van grondbezit ten oosten van de Jordaan. De Rubenieten en de Gadieten bezaten bijzonder veel vee. Toen ze zagen dat het gebied van Jazer en Gilead bij uitstek geschikt was om er vee te houden, gingen ze naar Mozes en de priester Eleazar en de leiders van de gemeenschap en zeiden: het gebied Ataroot, Dibon, Jazer, Nimra, Gesbon, Elali, Zeban, Nebo en Beon, dat de Heer voor het volk van Israël veroverd heeft, dat gebied is zeer geschikt voor veel. En wij hebben veel vee. En ze vervolgden: wees zo goed uw dienaren dit gebied in bezit te geven. Laat ons niet de Jordaan oversteken. Mozes antwoordde de Gadieten en de Rubenieten: u wilt hier blijven terwijl uw broeders ten strijde trekken? Wilt u de Israëlieten de moed ontnemen om over te steken naar het land dat de Heer hun gegeven heeft? Dat hebben uw voorouders ook gedaan. Toen ik hen er vanuit Kadesh Barnea op uitstuurde om te gaan kijken hoe het land was. Ze verkenden het land tot aan het Eskoldal en ontnamen de Israëlieten de moed om het land dat de Heer hun gegeven had binnen te trekken. Toen ontstak de Heer in woede en hij zwoer: omdat zij niet volledig op mij hebben vertrouwd, zal geen van de mannen van 20 jaar en ouder die uit Egypte zijn weggetrokken het land zien dat ik, Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd. Met uitzondering van de Keneziet Caleb, de zoon van Jefune, en Jozua, de zoon van Nun, die wel volledig op de Heer hebben vertrouwd. De woede van de Heer was zo hevig dat hij de Israëlieten 40 jaar in de woestijn liet rondzwerven, totdat die hele generatie die gedaan had wat slecht is in de ogen van de Heer, gestorven was. En nu wilt u precies hetzelfde doen als uw zondige voorouders en zo de woede van de Heer tegen de Israëlieten nog aanwakkeren. Als u zich van hem afwendt, zal u hen nog langer in de woestijn laten en zult u dit hele volk in het verderf storten. Maar zij antwoordde, dichterbij komend: we willen hier schaapskooien bouwen voor ons vee en steden voor onze kinderen. Dan kunnen onze kinderen in de vestingsteden wonen, veilig voor de inwoners van het land. En dan zullen wij zelf ons wapenen en voor de andere Israëlieten uittrekken, totdat we hen op de plaats van hun bestemming hebben gebracht. Wij gaan niet naar huis voordat ieder van de Israëlieten een eigen stuk grond heeft gekregen. Maar als wij ten oosten van de Jordaan ons deel krijgen, hoeven wij niet net als zij grond te hebben aan de overkant van de Jordaan of nog verder weg. Hierop zei Mozes tegen hen: als u dat doet, als u zich ten overstaan van de Heer opmaakt voor de strijd en als al uw weerbare mannen voor de Heer de Jordaan overtrekken en niet terugkeren voordat de Heer zijn vijanden verdreven heeft en het land aan hem onderworpen is, dan zult u zich volledig van uw plicht tegenover de Heer en Israël gekweten hebben en wordt dit gebied ten overstaan van de Heer uw eigendom. Maar doet u dit niet, dan zondigt u tegen de Heer en zult u de gevolgen van uw zonde ondervinden. Bouw steden voor uw kinderen en bouw schaapskooien en doe wat u hebt beloofd. Gadieten en Rubenieten antwoordde Mozes: we zullen doen wat u ons opdraagt, Heer. Onze vrouwen en kinderen, ons vee, al onze dieren zullen in de steden van Gilead blijven. Maar alle weerbare mannen zullen doen wat u zegt, Heer. Wij zullen voor de Heer naar de overkant gaan om daar strijd te leveren. Daarna gaf Mozes instructies aan de priester Eleazar, aan Jozua, de zoon van Nun, en aan de stamhoofden van Israël. Hij zeide tegen hen: als de weerbare mannen van de Gadieten en de Rubenieten samen met u de Jordaan overtrekken om onder bevel van de Heer te strijden, dan moet u hun
wanneer het land aan u onderworpen is, Gilead in eigendom nemen. Maar wapenen ze zich niet en steken ze niet samen met u over, dan moeten ze net als uw land in Kanaan krijgen. De Gadieten en de Rubenieten beloofden te doen wat de Heer hun had opgedragen. We zullen onder bevel van de Heer gewapend naar Kanaan oversteken, maar we zullen grondbezit krijgen aan deze kant van de Jordaan. Daarop gaf Mozes aan de Gadieten en de Rubenieten en aan de helft van de stam Manasse, de zoon van Jozef, het rijk van koning Sichon van de Amorieten en het rijk van koning Og van Bazan, alle steden binnen de landsgrenzen en al het gebied rondom die steden. De Gadieten herbouwden de vestingsteden Dibon, Atarot, Aroer, Atrot Sofan, Jazer, Joch-Beha, Bet-Nimra en Bet-Haran en herstelden de schaapskooien. De Rubenieten herbouwden Gesbon, Elale, Kirjadaim en de plaatsen die voordat hun naam veranderd werden, Nebo en Baal-Meon heten, en Sibma. En ze gaven alle herbouwde steden een nieuwe naam. De zonen van Machir, de zoon van Manasse, ging naar Gilead en namen het in. De Amorieten die er woonden werden verdreven. Mozes gaf Gilead aan Machir, de zoon van Manasse, en deze vestigde zich daar. Jair, ook de zoon van Manasse, trok erop uit, nam een aantal dorpen van de Amorieten in en noemde die dorpen van Jair. Ook Nobach trok erop uit, nam Kenat met omliggende dorpen in en noemde het naar zichzelf Nobach.